Helaas, ik zal niet kijken. Ik begin zo zoetjes aan een grote hekel te ontwikkelen voor talkshows. Te vaak dezelfde smoelen gezien en dezelfde meningen. Oké, jongens, het is zover. Ik, Calvijn, YouTuber van Hollandse bodem, heb de televisiebazen van Nederland ervan overtuigd dat ik mijn eigen talkshow moet krijgen op NPO 3. Fucking mooi. Een talkshow voor jongeren, vanaf 1 maart, elke maandagavond om 9:50. Keihard. En terwijl mijn moeder me appt over hoe trots ze op me is, gaat er maar 1 vraag door mijn hoofd. Hoe de fuck ga ik dit maken? Hey, ik heb goed nieuws, man. Ik heb misschien de studio. Misschien. Nee, oké, laat ik het zo zeggen, we hebben er 1. Alleen moeten we het wel vanochtend laten weten of we het gaan doen. Ik zou zeggen, spring in die auto van je. Ik heb je nu het adres. Kom naar Hilversum toe. Eigenlijk moet je gewoon ja zeggen, want dit is hem gewoon niks. Oké. Ja, tuur maar. Ik ga wel kijken. Kijk je zo. Oké. Dit is een Studio 20, maar er is helemaal niemand. Aight. Dit is hem, jongens. Ik ben gewoon even eentje hier in deze studio. Ja, daar moet ik natuurlijk even van genieten, laten we eerlijk zijn. Welkom bij de Calvijn Show. €30, eenmaal aan de maand. Oh, dat kan de Messi ook komen. Calvijn, wil je alsjeblieft niet zo in je neus spuiten? Dankjewel. Jullie weten nog wel van de vorige aflevering dat ik vet veel sollicitaties moest afnemen om het team van de show compleet te krijgen. En nou kan ik jullie toch wat leuks vertellen, jongens, want het team is compleet. Laat ik ze even aan jullie voorstellen. Die deur. Stel jezelf even voor. Hoi, ik ben Mark en ik schrijf voor deze show. Jouw alias? Mark Ruggebrood, Key Fashion Boer. Nou, Mark is onderdeel van het redactieteam en je houdt van tuinbroeken. Zekers. Ik ben een klein jongetje. Britt, jij bent onderdeel van het redactieteam. Ja, dat klopt. En je vindt het echt niks om voor de camera te staan. Nee, ik vind het echt heel erg awkward. Nou, dan ga je ook maar gewoon weer weg. Top. Wil je de deur dicht doen? Hey Karim. Yo, ik ben een productiestagiair. Dat houdt in elke dag broodjes maken, je kleren aandoen. Maar ik zit wel mijn eigen koffie. Dat wel, ja. Waarom vraag je dat niet aan mij? Wil je de deur dicht doen? Iedereen vergeet die fucking deur steeds. Roy. Ja? Jij bent toch wel de big boss. Ik doe de productieleiding. Dus dat betekent? Nou ja, in ieder geval de productiedeel van het team aanstuur. Oké, en waar kom je vandaan? Den Haag. Ja. Ben je dan ook voor ADO? Doe je ding, man. Ik wil je aan het zuiveren. Roshan. Roshan is de uitvoerend producent. Fucking moeilijke naam, ga ik ook niet uitleggen. Wat zijn je hobby's? Kung fu en zwemmen. Doe die fucking deur dicht. Wat moet ik doen? De deur dicht. Wat? Serieus of niet? Rody, wat is jouw rol? Ik ben samensteller van de Calvijn Show. Wat betekent dat? Dat houdt in dat ik de show ga samenstellen. Dan doe ik het uiteindelijk met de redactie. En dan gaan we de show zo leuk mogelijk maken. Later! Vandaag is de eerste draaidag, jongens. En niet voor het echie. We gaan een soort van pilot draaien. Kijken hoe het gaat. Vind de mood. Why you always in the mood? Ik heb er wel heel veel zin in. Het is fucking scheidweer. Het regent katsenbomen uit de hemel. Het is namelijk een onderdeel in de show. En dat is waarin we de straat op gaan om mensen domme vragen te stellen. God, kut. Om ze een beetje voor de gek te houden. Maar wel ook weer de slimmigheid. Nou ja, je gaat het allemaal wel zien. In de auto zit ik met Rody en met Karim. Yo, Karim. Oh, SOS, nee, joh, stop. Oh shit, ik wil 1 en 2. De bedoeling is dus dat we mensen op straat foto's gaan laten zien van politici, maar ook bijvoorbeeld Rotjoch of Enzo Knol, maar dan gefotoshopt alsof ze politicus zijn. Mr. Rotjoch. En dan gaan we vragen of ze weten wie die politicus is, in de hoop dat ze allemaal dingen gaan bedenken. Dit is de Partij van de Arbeid. En wij zijn net even buiten geweest om te kijken of het volk is. Ik heb denk ik 3 mensen gezien in een half uur, dus dat wordt interessant. Deze is in opspraak gekomen. Ja? Ja, door de Bars-affaire, de 101 Bars-affaire. Zou je een tweedehands auto van deze man kopen? Ja, waarom niet? We gaan op zich best lekker. We hebben best wel wat grappige dingen gedraaid. Maar kijk, je merkt gewoon, het is kut weer. Mensen zijn gestrest door de hele coronasituatie. Je snapt het gewoon. Ah. Die zou ik nou echt bij de SGP zetten. Want? Nou ja, die heeft de hele Bijbel ingeslikt. Het was zo'n comfortabele draaidag gehad als vandaag. Ons leven gaat niet alleen maar over rozen. Mensen denken het is makkelijk. Denken mensen, maar dat is niet zo. Ik vind hem een beetje eng. Waarom? Een beetje glad. Er zijn niet bizar veel mensen. Maar kijk, daar is deze draaidag voor bedoeld. Dat je een beetje weet van oké, hoe of wat, hè, waar moeten we aan denken, wat is de vibe. Allemaal weer dingen waar je van leert, jongens. Laten we wel wezen. Godver, wat duur, hè.
Ik ben niet alleen een talkshow aan het maken, ik ga hem ook presenteren. Ik ben de host, ik ben de guy die opent en die afsluit. Dan kan ik twee dingen doen. Of ik kan het helemaal zelf gaan proberen te leren. Of ik vraag gewoon aan een aantal talkshow ervaringsdeskundigen of ze nog tips hebben. Hallo. Dit is Humberto Tan. Hij heeft momenteel een wekelijkse talkshow, maar hij heeft jarenlang elke avond RTL Late Night gehost. De eerste talkshow waar ik ooit aan tafel mocht zitten, was die van hem. Dus als iemand tips voor me heeft... is hij het wel. Humberto, heb je een paar tips? Moet ik elke dag dezelfde onderbroek dragen? Moet ik mijn vriendin drie kusjes aan mijn vriendin geven? Ik denk dat het wel cruciaal is dat je een aantal dingen doet. En ik zou in jouw geval het allerbelangrijkste, scheer je hoofd kaal. Hoe doe jij je relax? Daar moet je over nadenken. Wat ik niet deed, is sowieso niet drinken. Kijk, dat is een goede tip. Wat drink je dan wel? Melk? Gewoon water. Spaarrood of warme thee. Laat de gasten zich welkom voelen. Een muziekje, iets lekkers. En uiteraard, als ik heb over iets lekkers, blijf van mijn kaasstengels af. Ja, tot morgen! Stel je voor, ik maak deze show. Uitzending 1. Allemaal mensen vinden het kut. Kritiek. Ja. Wat moet je dan doen? Daarna luisteren? Sorry, daar heb ik echt geen ervaring mee. Vraag vooraf aan je team, wanneer hebben jullie een goed gevoel bij de show? Los van de kritiek van buiten of los van de kijkcijfers. En als de volgende dag nou allemaal kritiek komt of de kijkcijfers zijn slecht, dan kan niemand meer zeggen in de zin van, ja nee, ik vind het ook slecht. Ja. Wacht even, nee. Heb je gisteren ook? Ik heb het je gisteren gevraagd. Ik moet je niet laten leiden door wat de buitenwereld zegt. En jij succes, hè? Ja, komt goed. Ciao. Later. Goedemorgen. Deze man kennen jullie natuurlijk ook. Van dit. Die man gaat mij pakken vandaag. En dit. Ik kan je horen, hè? Jaren geleden had hij al zijn eigen talkshow, The Dino Show. Jan Dino, je kan me vast helpen. Jij begon met The Dino Show in welk jaar? 2008. Nu hebben ze het stokje aan mij gegeven. Ik had even veel haar, net als jij, toen ik begon. Dus dit gaat er gebeuren met jou, vriend. Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat jij doet wat goed voelt in jouw hart. Het is jouw talkshow. Als je echt eerlijk bent zoals ik jou ken, ga je gewoon een groep hebben die jou fantastisch gaat vinden. En een andere groep die jou gewoon niet begrijpt. Als die eerste uitzending er is en ik lees wat berichten, mensen die echt zo zeggen, ja het is echt gaar en zo. Moet je daar dan heel erg naar luisteren? Nee. Een late night show is een plek, een platform waarbij jij jouw verhaal gaat vertellen. Als jij een show wil hebben waarbij jij kritiek gaat ontvangen van mensen, neem dan gewoon een abonnement bij Dumpert en ga dan lezen wat mensen van jou vinden. Had jij ook nog gewoon drie rondjes hinkelen op je rechterbeen voordat je de studio inging, rituelen, of had je gewoon scheid? Ja, god, mijn haar ook. Wat is dit? Het is een raar ding, maar ik doe het nog steeds. Ik heb mijn kleren aan en dan sta ik voor de spiegel en dat doe ik weer. Gewoon het gevoel van mijn haar is oké. Dus ik, ja, dat. Groetjes, dankjewel man. Vandaag een fotoshoot voor de persfoto's van de show. Morgen gaat het persbericht eruit. Met andere woorden, dan wordt het wereldkundig gemaakt dat we deze show gaan maken. Goedemorgen. Alright, fotoshoot in full effect. Het zit een beetje zo. Normaal gesproken, als ik foto's maak, dan ben ik een soort zuurstok. Dan heb ik een soort blauwe trui met roze broek. Maar in de setting van die show ben je natuurlijk wel iets anders. Dus je wil een beetje, nou ja, je wil een klein, ik bedoel, het is wel een show. Je moet er wel een beetje showachtig uitzien. Maar aan de andere kant, wat ik nu bijvoorbeeld aan heb, ja, dit heb ik gewoon normaal gesproken niet aan. Dus we moeten een soort middenweg zoeken tussen of helemaal dit, of helemaal een zuurstok. Daartussenin gaat een punt komen waarop het een soort van bij elkaar komt. Nog een paar foto's gemaakt, jongen, daar word je bang van. Nu gaan we naar kantoor. Op kantoor gaat iets bijzonders gebeuren, namelijk we hebben vandaag de eerste doorloop. Daar heb ik wel zin in. Wordt het eindelijk een beetje echt. We gaan vandaag voor het eerst een soort test dingetje doen. Dus gaan we allemaal even een beetje doen alsof we de mensen zijn. Maar we hebben een hele aflevering soort van voorbereid. Kun je even kijken of het leuk is, of het tempo goed is. En voel je al enigszins zenuwen of? Nee. Ik voel me niet echt zenuwen voor het doen van de show. Ik was vooral zenuwachtig voor zeg maar, het begin. Bij elkaar zoeken voor het team. Maar weet je, het is nu zie ik iedereen zo een beetje en denk ik, ah, dat komt toch wel goed. En we zijn ook geen ziektes aan het genezen, dus het is ook gewoon leuk. Zo blijf ik het maar gewoon benaderen. En als we het leuk blijven vinden en niet te zwaar aan tillen, dan gaat de kijker ook voelen dat het allemaal leuk vindt. Daar geloof ik wel in. We gaan zo meteen voor het eerste repetitietje doen.
doen. We gaan dus niet heel erg inhoudelijk bespreken. Het gaat vooral om, goh, weet je, wat is de flow van zo'n aflevering, weet je wel? Dat jij bijvoorbeeld een gesprek voert en dat je opeens uit het gesprek gaat om naar een filmpje te praten. Weet je, ja. Hoe is dat voor jou? We beginnen dus eigenlijk gewoon met die cold open. Dat is eigenlijk dat we de aankondiging doen. Oké, Rody. Alleen mensen uit de tv-wereld snappen dit dus. We gaan nu doen alsof we live in de uitzending zitten en ik met gasten aan het praten ben. De redactie heeft een leuk spelletje bedacht om mijn toekomstige gasten beter te leren kennen. Maar dat doen we dus puur zodat ik even kan oefenen hoe zo'n aflevering dus gaat zijn. Snap je? Let's go. 4, 3... Applaus. Lieve mensen, welkom. Ik vind het fantastisch dat jullie er zijn. De eerste aflevering. Even om elkaar sneller te leren kennen, want wij kennen elkaar wel een beetje, maar wij nog niet helemaal. Ik heb een leuk spel. Het heet Wie van de Drie. De bedoeling is dat jullie gaan raden van wie de uitspraak is. Ik heb een keer seks gehad tussen de pepernoten. Jij wijst naar niemand. Nee, ik was niet snel genoeg. Ik ben de oudste hier volgens mij. Dus godsamme. Ik heb een trage reactie. Nou, nu kiezen. Ik zal het al eerlijk zeggen, ik ben het geweest. Ja? Hebben we gewipt tussen de pepernoten? Oké, we gaan snel verder. Ik heb wel eens op een feestje met een meisje gezoekt. Dat ben ik niet. Ja. Ik heb ook een fotootje van jou. Ja, hier zie jij er heel gezellig uit. Het is gewoon een schattig meisje. Nou, ik was niet zo'n schattig meisje, dat denken veel mensen. Maar ik heb mijn ouders redelijk zuur gemaakt hoor, vroeger. Je was stout. Stak jij ook dingen in de fik? Nee, ik stak geen dingen in de fik. Ik maakte niet iets kapot, maar ik was wel gewoon altijd mijn zegje klaar. Gewoon altijd niet tegenin, te laat thuis en dat soort dingen. Dit voelde heel dun. Maar je kan ook niet echt nog heel erg de diepte in uiteindelijk. Einde voelde nog flinterdun inderdaad. Flinterdun? Teringzooi. Wat de fuck is dit nou weer? Nou ja, het ging op zich best wel prima voor mijn gevoel, maar uiteindelijk waren we niet echt heel erg tevreden. Besef dus even dat we dit over minder dan een maand in het Echi moeten gaan doen. Ah, kutzooi! En ik moet nog zoveel oefenen. Goedemorgen allemaal. Het is maandag, nieuwe week. Paolo veel sneeuw. Dit is zeg maar de sneeuwstormperiode hier. Eergisteren, zaterdag, is het persbericht naar buiten gegaan. Dat betekent dat er wereldkundig gemaakt is dat we deze show gaan maken. Nu.nl, RTL Boulevard, weet ik veel allemaal. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is, de reacties zijn overwegend positief. Kijk, op mijn Instagram zijn eigenlijk gewoon allemaal mensen positief. Allemaal kennissen en zo, die het nice vinden. Mensen zeggen dat ze trots op me zijn. Daar word ik heel blij van. Daar krijg heel veel motivatie van. De volgers en zo, jullie zetten echt comments die ik echt nice vind. Super gaaf, heel veel plezier met het maken van je mooie toekomst op tv. Wauw, heel veel succes. Ik hoop dat ik het in het bos kan ontvangen. Ik hoop het ook, vriend. Maar, natuurlijk niet iedereen is positief, hè. Laten we wel wezen. Ik bedoel, er zijn ook gewoon negatieve reacties. Dat is niet erg, want dat is wat je als je in de media zit of weet ik veel, dan moet je daar ook tegen kunnen. Ik ga het er gewoon bij pakken hier. Ik lig er op zich niet wakker van, maar ja, het is natuurlijk ook niet het allerleukste om te lezen. Voornamelijk reacties op nieuwswebsites. Boomers die überhaupt niet naar deze show moeten kijken, want het is voor jongeren, het is voor jullie. Helaas, ik zal niet kijken. Ik begin zo zoetjes aan een grote hekel te ontwikkelen voor talkshows. Te vaak dezelfde smoelen gezien. Bovijn richt zich in zijn video's op doelgroep 8 tot 12 jaar. Is niet waar trouwens. Dit is echt... Dit is echt complete bullshit. Het is gewoon niet waar, maar oké, prima. Televisie maken is iets heel anders dan YouTube maken. Dat klopt. Het format is niet origineel en de doelgroep is totaal anders. Ik zie dit niet zelf succesvol worden. Oké. En door.